Nee, ik zei, ik dacht dat hij rationeel was. Ja, wat en hij niet blijkt is. In feite door emoties gestuurd te zijn, niet waar, die hem duur te staan zullen komen op de langere termijn. Ja. Ik weet niet wat voor illusies hij er zelf over heeft, of de kring om hem heen eigenlijk heeft, maar kijk, Rusland blijft natuurlijk een zwakke speler, omdat het als industriële natie geen bal voorstelt. Hè. Waarom is er überhaupt angstigheid rond het hele probleem met Rusland? Dat komt omdat het natuurlijk wel nucleair zwaar bewapend is. Vandaar ook dat hij altijd met die dingen aan het dreigen is. Ja. Moet nou dreigen is ook geen doen. Ik kan me niet in hoeverre hij uiteindelijk door emoties gestuurd wordt, dat zullen we af moeten wachten. Maar dat dit conflict uiteindelijk voor Rusland nadelig zal zijn, daar twijfel ik echt geen moment aan. Ja. De Guardian had volgens mij op een rij gezet dat tijdens de Koude Oorlog gas wel nog gewoon van Rusland naar Europa stroomde. Ja. En nu dus niet meer. Dus dat geeft wel de ernst van de situatie aan. Ja, omdat we nu ook gezamenlijk besloten hebben om dat gas niet te willen hebben. En bovendien, de Europese Unie werkt aan een gezamenlijk energiebeleid op dit moment. Waar Nederland en Duitsland, naar ik begrepen heb, zich langdurig tegen verzet hebben. Die wilden toch afhankelijk laten zijn van prijsvorming in de markt. En nu hebben ze ook wel gezien dat dat misschien toch nog handig is als we dit met z'n allen oplossen, dit probleem. Dus in ieder geval tijdelijk. Ja. Ja, maar dan kun je natuurlijk ook een prijsplafond erin zetten. En vermijden dat sommige lui via toch stils aan die spullen komen. Ja. Ja, er wordt ook gezegd van, het is op zich wel goed wat er nu gebeurt. Want je ziet in Nederland dat er al volgens mij 20% ruim minder gas verbruikt. 25% minder. Ja, ja. Indrukwekkend vond ik het. Want dat betekent eigenlijk met zoveel woorden dat er komt wat prijsdruk. Zeg, en een kwart van het energieverbruik kan plotseling verdampen. Ja. Zouden ze dan als met het licht aan laten branden? Het was vooral ook in de elektriciteitsindustrie. Daar waren de grootste winsten geboekt. Zouden ze gewoon uit luiheid de boel gewoon hebben door laten draaien. Zo van, jongens, dat moeten we morgen allemaal nog aansteken. Dus we laten, nou, ik weet niet hoe. Want dat is altijd interessant bij journalistiek. 25% minder. Dan is toch de eerste vraag die bij je opkomt. Hoe kan dat? Laten we die lui eens bellen. Hoe zit dat precies? Hoe kun je plotseling een kwart van je energieverbruik laten verdampen? Planbureau had het volgens mij uitgerekend. Ja, wie had het uitgerekend? Een instantie in ieder geval. Het waren niet journalisten die er de modellen gezet. Nee. Journalisten die laten vaak de interessantste dingen liggen. Dat je denkt, joh, stel nou eens een verstandige vraag. Ja, maar kijk eens naar jezelf. Als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen en de tv staat aan, ja, die laat je wel vaak even aanstaan. Oh ja? Doe je dat niet? Nou, ik doe de boodschappen, maar mijn vrouw zit thuis naar de televisie te kijken. Oh, kijk, ja, dat kan ook. Maar stel dat je even weggaat en je gebruikt een elektrisch apparaat niet, dan wordt het lamp. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat mijn studeerkamer is zo'n zooi, dat als het donker is, laat ik één lampje daar branden. Ook in de nacht? Nee, alleen als de kans groot is dat ik na een half uur weer terug zal keren in die studeerkamer. Omdat ik bang ben dat ik mijn nek breek over mijn eigen rotzooi. Ik heb een paadje van de deur naar het bureau. En dat wil ik wel kunnen zien. En daartussendoor liggen allemaal papieren en boeken en zo. Ja, precies. Stapels boeken in een soort... Ja, hoe zal ik het zeggen? Je hebt zo van... Het is niet alpien het landschap, maar het is zo'n beetje de aanloop naar een gebergte. Hè? Ja. Lage, maar toch indrukwekkende heuvels. En neem je computer, zet je die uit als je hem niet meer gebruikt? Zet ze zelf uit, hè. Ja, dan gaat hij zet ze zelf uit. Als je naar de wc gaat, zet hij ze zelf wel uit. Dat is standby, maar dan staat hij niet helemaal uit. Dat heet sleep, heet dat geloof ik. Sleep, ja, op de Mac heet dat ja, sleep. Ja, maar dan is het energieverbruik minimaal bij mijn weten. Ja, nee, dat hebben ze dus een keer uitgerekend, dat dus best nog wel wat gebruikt dan. Ah, nou, dan moet ik bekennen dat ik hem gewoon zichzelf op sleep laat zetten. Ja, nou, ik doe dat ook hoor, maar ik ben dat dus gaan lezen. Dus er staat op internet en zo staan. Dus als we allemaal onze computer echt uit zouden zetten. Precies. Dan zou dat misschien wel 1% in ons energieverbruik. Bijvoorbeeld een opladen van een telefoon. Als je die, ik laat die ook wel eens gewoon in het stopcontact zitten als de telefoon niet meer aanhoudt. Ja. Hetzelfde. Maar dan loopt er toch geen stroom. Als er geen stroomafname is, dan loopt er toch geen stroom. Ja, maar schijnbaar wordt er dan toch nog wel iets van verbruikt. In dat dingetje. In dat adaptertje. Ja, ik moet zeggen, ik liet dat ding gewoon in het stopcontact zitten. Althans op Texel. Ja. Hoe doe ik dat hier eigenlijk? Ja, het is nu alleen een stekkertje wat in een stekkerdoos zit. Het schijnt ook brandgevaarlijk te zijn. Brandgevaarlijk.
Dat is een van de dingen natuurlijk. Als je eigenlijk, kijk eens een week naar de televisie, of misschien een maand, ik weet het niet, en tel alle risico's op die zich klaarblijkelijk voordoen in het dagelijks leven van de normale mens. Als je dat allemaal optelt, niet waar, en je leest het nog eens door, dan denk je dat ik nog leef. Hè? Dat ik überhaupt nog leef. Denk aan al het voedsel wat besmet is, niet in orde is, te weinig vezels bevat. Nou goed, de brandkans, dat als ik het zo hoor, dan is de kans dat mijn hele studeerkamer de fik in gaat. Met die hele koekoek, het is al een wonder dat het niet in de afgelopen 44 jaar niet afgefikt is. Ik woon al 44 jaar namelijk. Nee, je moet dat ook een beetje, hè, je hebt nu ook allemaal van die reclames voor inbraak. Hè? Dat zo'n gezin komt bij een ander gezin op bezoek en die zeggen van, ja, we hebben hier alles hebben we hier laten met computers, is het afgeschermd en zo. Je denkt, donder nou een eind op, joh. He, dat zal ook wel energie kosten. Ik heb gewoon een knip op de deur. He, doe je klats, die doe je. Als je naar bed gaat, zet je de knip op de deur. Dan hoef je echt geen... Kijk, als ze echt naar binnen willen komen, dan kun je de meest fantastische beveiliging op je huis hebben. En dan slaan ze gewoon met een bijl eruit in. He. Misschien dat er dan een alarmpje afgaat, maar dan zijn ze al lang weg met de spullen. Ja. En bovendien, wat hebben de meeste mensen in woonkamer nou voor geweldige spullen staan? Zou ik ook wel eens willen weten. Ja, een grote stoel neem je toch niet mee, of wel? Nee, maar goed, het ligt misschien... Nou ja, je moet al diamanten in huis hebben. Dat zijn al die mafketels. Dat bleek toch bij al die rijke Nederlanders. Dat was dat met die bende die bij de quote 500 inbrak. Ze waren aan de top begonnen en werkte het langzaam af. En het bleek dat al die mensen voor enorm hoeveelheden waarde spullen in huis hadden. Bij toch niet goed snik. Ik heb niet eens een horloge laten staan dat je het jatten zou kunnen jatten. Ja, ik gebruik al jaren geen horloge meer. Sieraden natuurlijk. We hebben helemaal geen sieraden, joh, kom op. Ja, maar veel mensen natuurlijk wel. Dat soort mensen... Ja, bij een halve jaar als je die niet gewoon in een safe laat liggen. Ja. Moet je nog oppassen dat niet bij de Rabobank alle safe leeggehaald wordt. Dat is ook wel eens gebeurd, toch? Dat kan best, ja. Ja, weet je, de Duitsers vaak bij alle banken waar ze toch gingen vertrekken, de safe opbliezen. Nou ja, dat moet veel hebben opgeleverd, hoor. Ja. Maar vaak zie je wel bij een inbraak dat dan een vrouw moet dan dus onder dreiging van een pistool of een mes moet dan die safe openmaken en dan worden alle sieraden meegenomen. Ja, goed, die moet je dus ook niet thuis bewaren. Ben je nou voor een oen als je dat thuis bent? Ja, maar ja. Wie heeft er nou thuis 3 horloges van ieder 30.000 euro liggen? Sorry, dan verdien je ook dat je bestolen wordt. Ja, er zijn verhalen van mensen die hebben inderdaad dan zo'n horloge dat deze waarde heeft. In Amsterdam. Sowieso vind ik een horloge van 30.000 euro zo volkomen krankzinnig als je weet wat kost een normaal functionerend horloge. 25 euro of zo? Ja, denk ik. Laten we er 100 van maken. Het is een beetje een lollig dingetje. Hè? Maar dan is het toch wel mee klaar. Ja, ik heb ook geen horloge, maar het zit gewoon op je telefoon, de klok. Ja, dus ja. Bij mij ook. Ja. Nou, hartstikke handig. En boom, die is ook zo'n atoomklok, geloof ik. Hè? Precies, loopt helemaal gelijk. Ja. Anders. Maar als je in Amsterdam met zo'n horloge wel eens de straat op gaat, word je in sommige wijken word je beroofd van je horloge. Ja, dus dan moet je ook niet met je horloge de straat op gaan. Want ik begreep dat voetballers die dan heel dure horloges, dat is kennelijk een dingetje in die sfeer. Ja, ik vind ook met die dure horloges, sorry hoor, is dat nou voor patje peer gedoe? Hè? Dat is toch echt triest dat die jongens dan gaan ze verdienen. In plaats van dat ze dat nuttig ergens op een rekening zetten en er iets nuttigs mee doen, kopen ze een idioot horloge, een idiote auto, waarmee je toch niet hard kunt rijden in Nederland. Kortom, dat je ook denkt, wat is dit nou? Ik zat in de klas bij Ruud Boijmans en die ging op een gegeven moment hier bij FC Utrecht voetballen, dus in de Eredivisie. En die had opeens een stylist. Dus die ging hem in zijn huis, ging die hem advies geven, maar ook een kledingstylist. Nou ja, dat krijg je natuurlijk ook. Dat is, ja, mensen zijn kennelijk heel onzeker over wat hun eigen smaak is. Tenminste, dat denk ik. En dan vraag je dus aan een ander van ja, hoe moet ik mijn huis inrichten? Ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel mensen gekend, ik ga het maar geen namen noemen, die ook voortdurend hun interieur aanpasten aan de nieuwe... Laten we zeggen, aan de nieuwe toon die te doen gebruikelijk was. Volgens mij doen heel veel bekende Nederlanders dat. Ja, maar ik niet hoor. We hebben gewoon een gezellige rotzooi. Ik heb toch wel eens verteld dat als je verhuist,
Maar dan, ja, dan heb je, kom je met al die rommel, komt uit die verhuiswagen en zo. Dus je zegt, zet die rommel nou daar maar even neer. Dan kunnen we later wel eens even, gaan we alles ordenen in de woonkamer en zo. Het is gek, maar die banken die we toen volkomen tijdelijk op een plek hebben, staan op precies dezelfde tijdelijke plek. 44 jaar later. Ja, het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt, nu moet het anders. Nu moet die banken naar de andere kant van de kamer. Nou, dat denk je regelmatig. Er zijn allerlei gezinsleden die natuurlijk zeggen, het moet anders en het zou beter kunnen. Maar allemaal hoop werk, joh. Dus dat dan heel snel raakt dat vergeten onder het stof. Ja. En dan leef je gewoon door zoals je de afgelopen decennia ook geleefd hebt. Ja. Ja, en die voetballers die geven ook allemaal feestjes, hè? Dan met veel drank en drugs en ja, dat mag voor mij. Ja, ik heb nooit drugs gebruikt. Kijk, alcohol is ook een drug, daar zijn we toch over eens.